meer op aanbiedingen letten, meer folders lezen, aanpassen wat je kookt. Wat wij doen is, wij letten heel erg op de kiloprijs tegenwoordig en we kopen gewoon super groot in. En dan ja, maken we porties en dat gooien we in de vriezer. En als je een beetje kijkt hoe je boodschappen doet, dan valt die inflatie reuze mee. Alleen ja, mensen kopen allemaal narigheid. Kijk maar op die band daar en maak daar maar eens opname. En dan zie je allemaal shit van chips en toestand en wat dan ook. Nou, we hebben geen chips. De relatief goedkope supermarktketen Dirk van den Broek ziet dat hun winkels beter worden bezocht sinds de oplopende inflatie. Precieze aantallen wil de directeur Marcel Huizing niet geven, maar wel zegt hij zijn prijs laag te houden door bijvoorbeeld geen televisiereclame meer te maken. Ook geven ze geen korting meer die je alleen krijgt als je meerdere producten koopt, stapelkortingen. En klanten zijn veel meer gefocust op huismerken, budgetmerken en aanbiedingen. Welk recept doet u niet meer en welke wel? Nou, duur vlees, een biefstukje met champignons, peperoom, sausje, alles erop en eraan. Dan zeg je wel eens, nou ja, laten we nu alleen maar het biefstukje nemen en ja, die overige ingrediënten een keer weglaten. Vlees, dure vis, wel veel minder dan vroeger inderdaad. En we proberen ook ja, meer dingen zelf te maken. Dat scheelt ook heel erg in de kosten eigenlijk. Zoals wat? Ja, koekjes en cake, taart, dat soort dingen. Dat scheelt best wel veel. Wij eten beduidend minder vlees. Nee, minder niet. Huismerken ook niet echt, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, weet je, er zijn bepaalde dingen waar je toch wel aan verknocht bent. Het zijn meer de aanbiedingen waar je op let, zeg maar. In Sassenheim blijven ze het zonnig inzien, ondanks de hoge inflatie. We hebben hier voor 55 euro gekocht. Moet je kijken, twee grote volle tassen. We zijn met z'n tweeën. Daar kunnen we gewoon 10 dagen van eten. Dus ja, so what? Kijk, mijn kinderen komen ook wel eens bij mij thuis eten. En dat merk je gewoon dat het voor hun kosten scheelt. Want pa kookt toch wel. Ja, dus ze komen lekker vaak langs. Ja, inderdaad. Ja.